Ik denk dat we terug moeten naar een vaste rekenrente. Dat geeft stabiliteit. En ga vervolgens per pensioenfonds kijken hoe ze er echt voor staan. Dus hoe het management in elkaar zit. Hoe de portefeuille verdeeld is. Hoe de opbouw van de pensioengerechtigde is. Stel daar op basis daarvan een ranking vast. En ga vervolgens dan per pensioenfonds een dekkingsgraad vaststellen die bij dat pensioenfonds past. Steeds maar weer hoor je de mantra: het gaat slecht met de pensioenfondsen, de dekkingsgraad is weer lager, de rentestand is weer verlaagd en de rekenrente is daardoor weer verder naar beneden gegaan. Ik denk dat deze methode van rekenrente toepassen op het totale vermogen van de fondsen verkeerd is, leidt tot maatschappelijke onrust en tot negatieve macro-economische effecten. Wat zijn de argumenten tegen het huidige systeem? Nou, het belangrijkste argument is dat 1% verandering in de rekenrente levert 12% verschil in dekkingsgraad op. Dus dat ligt heel gevoelig. Het tweede punt is, ja, de huidige rentestand is maar een kunstmatige door het ingrijpen van de ECB. Het is eigenlijk geen marktrente meer te noemen. Het pensioenfonds is per definitie een lange termijn belegger. Hij wordt nu afgerekend op korte termijn effecten. In de ultimate format rate benadering en de financieel toetsingskader, daar zitten wel dempingsfactoren in, maar het is en blijft toch het afrekenen op korte termijn effecten. De UFR heeft alleen maar betrekking op ongeveer 20% van het totaal belegd vermogen. Dus het is niet verdedigbaar om dat naar de totale portefeuille door te trekken. Vervolgens de pensioenfondsen die kunnen hun risico afdekken. Bijvoorbeeld de ABP heeft 13% extra rendement gehaald door het afdekken van de risico's. En de huidige rekenrente staat in geen enkele verhouding met de lange termijn rendementen van alle pensioenfondsen. En die schommelen zo tussen de 7 en de 8%. Maar vergrijzing is wel een enorm maatschappelijk probleem. Ja, natuurlijk. Maar het heeft niets te maken met de rekenrente. Wat is dan wel mis met het pensioendebat? Nou, wat daar mis is dat er feitelijk alleen gekeken wordt naar de technische aspecten van de rekenrente. Hoe is die tot stand gekomen? En vervolgens zeg maar dan van een lage dekkingsgraad. En hoe gaan we dat probleem dan oplossen? Indexering wel of niet toepassen? Verhogen van de pensioenpremies? Men vergeet even de stap tussendoor. En dat is van, ja, kunnen we deze rekenmethodiek wel toepassen op de totale portefeuille van de fonds? En dus nieuw beleid. En dus nieuw beleid. Wat mij betreft zo snel mogelijk de mantra de ijskast in en terug naar een systeem wat betrouwbaar is voor lange termijn.